Ik heb een probleem. Ik kan de we niet uitspreken. In plaats van een we, weg ik een we. we Verstaat ge? Nee, maar ik hoor het wel. En ik, ik zie niet goed. Ik hoor ook niet goed, maar mijn papa's zeggen dat ik een wijsneus ben. Ah ja, omdat gij kunt wijzen met uw neus? Papa zegt dat we naar de kleurenklas mogen. Maar hij is ook nog een meester of een juf. Kleuterjuf, dat is iets voor ons misschien. Voor jullie? Nee, niet voor ons, maar voor ons misschien. Ah, misschien. Nee, misschien. Zo heet onze zus. Kan de misschien, misschien zelf komen dan? Ja, maar ze is nogal verlegen en daarom dat wij... Ik zal erover nadenken en u hoort er nog van. Tot ziens. Zeg, zoeteke, ik zal daar toch mee hoppassen passen met dat hoppen. Ja, Suske, dat is toch wel wat gevaarlijk precies. Ja, ik lees hier juist dat er blijkbaar verschillende herten met het hoppen door een muur gevlogen zijn. En dat ze toen hun hoofd hebben moeten afzagen. En nu stikt dat daar dan zo door de muur. Oei, hoe erg zeg. Jan, die zijn wel dood, hè. Goh, ik had ook wel dood kunnen zijn. Misschien dan toch beter buiten hoppen in het vervolg. Dag Pauwe, mogen wij iets dwingen? Natuurlijk vriendjes, een waterke met een rietje. En voor rietje een volle badkuip zonder rietje. Oeh, kijk daar, daar zit een panty. Je mag niet zo wijzen rietje, dat is onbeleefd. Zeg uh, ella, ik, ik, ik ben geen ponty, uh, maar, maar een ponter. Het het hoort, hij zegt dat hij een pamper is.